Hallo, mijn naam is Gerry Kruithof. Ik ben in 1991 naar Zweden verhuisd. Ik heb een Zweedse vrouw. Dat is ook de reden waarom ik naar Zweden ben verhuisd. Ik heb toen een paar jaar in Stockholm gewoond. In 1996 hebben we het besluit genomen om naar Nederland te verhuizen met de kinderen. Maar daar kon ik niet zo goed aarden. Mijn vrouw had het daar heel erg naar haar zin. Maar ik miste Zweden en de rust en de stilte. We zijn toen in 2003 hebben we de stap weer genomen om naar Zweden te gaan. Zijn we naar Småland, Eksjö, verhuisd. Daar runnen we nu een camping, Berget Sportfiske en Camping in Eksjö. Een sportviskamp, 5 jaar. Gaat goed, we hebben het hier heel erg naar ons zin. Wat me vooral van Zweden bevalt is de rust en de stilte en de ruimte. Ik sta nu bij ons op de camping en ik hoor helemaal niks en dat is heel erg prettig. Wat ik van Nederland mis, is een beetje de gezelligheid. 'S Avonds een kroegje binnenlopen en een biertje kunnen drinken met eigenlijk vreemden of bekenden. Dat sociale leven is er in Zweden niet zo, zeker niet op het platteland waar wij wonen. Wat ik absoluut niet mis van Nederland, dat zijn de files. Ik heb hier in Zweden in 5 jaar tijd totaal nooit in een file gestaan. Echt nooit. Nu lieg ik, want ik heb 1 keer in een klein filetje gestaan met een 10, 20 auto's. En dat was omdat er een paar elanden over de weg liepen. En toen moesten we dus even stilstaan om die beesten de ruimte te geven. Het mooie van de provincie Småland is de natuur. Het is een hele mooie omgeving met veel bossen en veel dieren. Als ik kijk wat voor dieren wij gewoon van onze tuin kunnen zien, regelmatig. Dat zijn vossen, dassen, reetjes en elanden. Is erg spannend. Soms staat er opeens een eland 50 meter van ons tuinhek vandaan. En is een heel mooi gezicht. De natuur is voor de rest bijna ongerept. Soms loop je in een bos en heb je het idee dat je echt nog in een dat je de eerste persoon bent die ooit in dat bos heeft gelopen. En dat geeft een heel fijn gevoel tijdens een boswandeling. Over 5 jaar denk ik dat ik nog steeds hier op deze camping. Ik hoop in ieder geval dat ik nog steeds hier op deze camping woon en deze camping en het viskamp mag runnen. We vissen heel veel, dat is mijn hobby. En ook mijn werk. Werk als visgids hier in de omgeving en bevalt me heel erg goed. Een leuke anekdote om Zweden is het traditionele eten wat ze hebben met kerst en Pasen en midzomer. Het leuke is dat eten ze alleen maar in midzomer en alleen maar met Pasen en alleen maar met kerst. Alleen het is eigenlijk in de basis is allemaal hetzelfde. Met Pasen zijn er wat meer eieren bij en met de kerst is er wat warme rode kool of bruine kool bij. En midzomer is er een aardbeientaart bij, maar dat zijn ook wel de eigenlijke grote verschillen. Het leuke is dat iedere Zweed altijd zegt van, ik wou dat het kerst was, want dan kunnen we eindelijk het kersteten eten.